Dit is Adobe Bridge, het ideale fotobeheerpakket dat gratis bij Photoshop geleverd wordt. Als je werkt met Photoshop biedt Adobe Bridge een handige manier om je foto's te beheren, in te laden vanaf je camera en door de integratie met Camera Raw is het zelfs een verlengstuk van je bewerkingen. Omdat Bridge bij veel mensen onbekend is, hebben wij een complete cursus bestaande uit 8 lessen samengesteld. In die cursus leer je alles wat je moet weten over Bridge. Het mooie is dat Bridge bij elke versie van Photoshop gratis meegeleverd wordt. Bij alle CS-versies, dus CS, CS2, 3, 4, 5 en CS6, zat het gewoon bij je pakket. Bij Photoshop CC wordt Bridge als aparte download ter beschikking gesteld. Omdat Bridge veel beter dan bijvoorbeeld Lightroom omgaat met de integratie met Photoshop via Camera Raw, is het de ideale beheeromgeving voor al je foto's. Als je daarnaast ook met video werkt, kan Bridge daar ook goed mee omgaan. In deze cursus concentreren wij ons echter op foto's. We laten je zien hoe Bridge eruit ziet, uit welke onderdelen het bestaat en hoe je die onderdelen eenvoudig in je eigen werkruimte kunt opnemen. We tonen je natuurlijk ook hoe je die werkruimte aan jouw eigen voorkeuren kunt aanpassen. Hier zie je een aantal mogelijkheden die standaard in Bridge aanwezig zijn en die je helemaal naar eigen wens kunt aanpassen. In onze cursus leer je precies hoe je dat doet. We zoomen vervolgens in op de weergave van miniaturen en behandelen alle handige instellingen die ervoor zorgen dat je precies de informatie ziet die jij wilt zien. Belichtingsinformatie, de datum, wat je maar wilt, alles is eenvoudig en vooral eenmalig in te stellen. Je hebt er daarna dus geen omkijken meer naar. Het werken met mappen voor je foto's komt natuurlijk ook aan de orde. We gaan dan vooral in op het juist instellen van de fotodownloader. Als je daar één keer een paar aanpassingen doet, worden je foto's automatisch op een logische manier in mappen bewaard. En daar heb je veel gemak van. Bovendien tonen we je hoe je foto's uit verschillende mappen kunt verzamelen en gezamenlijk kunt weergeven. Het werken met verzamelingen gaat je veel tijd besparen, zeker ook in combinatie met de mogelijkheid van favorieten. Als je foto's inlaat vanaf je camera, wil je ze natuurlijk snel kunnen bekijken en beoordelen. Hoe goed je ook fotografeert, er zijn altijd exemplaren die meteen weg kunnen. Hoe je dat bekijken, beoordelen en weggooien in één slimme stap kunt doen, leren we je ook. Bridge heeft een handige manier om alleen dat te tonen wat je ook echt wilt zien. De mogelijkheden van filters zijn eindeloos en je kunt er dan ook snel in verdwalen. Dat gebeurt niet als je de les over dat onderwerp volgt, want we leren je alleen dat wat je moet weten om optimaal van filters gebruik te maken. Natuurlijk gebruik je Bridge als startpunt om je foto's mee te bewerken. Wij laten je zien waarom de combinatie met Camera Raw en Photoshop zo ideaal is en leren je een aantal slimme trucjes om het bewerken van je foto's veel sneller en handiger te doen. En dat is niet alles. We leren je hoe je Bridge optimaal instelt om lekker snel te kunnen werken. Je ziet de voordelen van stapels en hoe je binnen Bridge in een paar klikken een presentatie kunt maken. Met onze cursus Adobe Bridge ontdek je dit prachtige gereedschap en zijn je zorgen over het beheren van je foto's voorgoed voorbij. Want zeg nou zelf, je besteedt toch liever tijd aan het bewerken van je foto's dan aan het beheren ervan? Ga dus naar onze website en neem een abonnement op onze Photoshop lessen. De cursus over Bridge kun je dan direct volgen.